LTO heeft woensdag samen met agrarische natuurcollectieven en de provincie Friesland de aanzet gegeven voor meer natuurinclusief boeren. Wat wij verstaan onder natuurinclusieve landbouw is dat boeren in hun bedrijfsvoering meer rekening houden met de biodiversiteit en daar ook op een goede wijze voor beloond worden. We hebben de ambitie van dat we daar 600-700 boeren in ieder geval de komende jaren bij betrekken. En met name boeren die nu ook in die agrarische collectieven actief zijn, want dat zijn toch de eerste die geïnteresseerd waarschijnlijk zijn. In het Living Lab Natuurinclusieve Melkveehouderij gaan de initiatiefnemers boeren helpen om te zoeken naar verdienmodellen om de biodiversiteit te kunnen verhogen. Door nu het subsidie te verlenen aan het Living Lab, dat initiatief wordt gevormd door een aantal organisaties die daar ook in participeren. Daar is het nodige ook over verteld en we hopen vooral samen met de boeren ervoor te zorgen dat we op zoek gaan naar van hoe kun je nou binnen je bedrijf aan de ene kant meer aan biodiversiteit doen en aan de andere kant ook goede cijfers onder de streep laten zien. De provincie trekt 1,6 miljoen euro uit voor het plan. Het gaat er ook vooral om waar zien de boeren heil in. Want het gaat er natuurlijk om, je kan vanuit de overheid van alles eisen, allemaal regels stellen. Dat is niet altijd de meest gelukkige keuze. Dat hoor je ook naar aanleiding van de discussie over het agrarisch natuurbeheer. Waar het vooral om gaat is dat boeren zelf meer gaan doen met biodiversiteit. En daar ook over nadenken van hoe kan ik dat nou ook in mijn bedrijfsvoering goed inpassen. En zo ook dat ik daar ook nog wat aan verdien.